Dag kijkers, dag Lina. Welkom bij een nieuwe video. Lina, ik ga vandaag een verzoekje doen. Verzoekje kreeg ik een maandje geleden of zo. Ik weet niet meer precies onder welke video, maar ik heb er een screenshot van. Dat is een verzoekje van hallo allemaal. Hey Michel, super video. Ik heb een leuke frikandellentip. Bedenk eens een Aziatisch wokgerecht met frikandellen. Ik ben benieuwd hoe creatief je hiermee bent. Nou, dat is een hele leuke challenge. Superleuk, dus die ga ik vandaag doen. Ik ga een gele Thaise curry maken met kipfrikandellen. Dat leek me een leuk idee. Het is een wokgerecht, het is Aziatisch. En ik vind het ook leuk omdat het Thaise is, want ik heb nog nooit wat uit de Thaise keuken gekookt. Ik ben er helemaal niet bekend mee. Dat is meer een dingetje van Jan Tom Jan. Je kan hele lekkere Tom Jan Kai maken. Dat is Thaise kippensoep. Heerlijk. Dus ik heb even een beetje rondgekeken wat er zoal in een Thaise curry gaat. Dus ik denk dat ik er wel een beetje uit ben. Als het niet Thais is wat ik doe, please laat het weten in de comments, want ja, daar leer ik ook weer van. Dus ik ben benieuwd, ik denk dat het heel lekker geworden. En Lina, je lust vast wel een frikandelletje vast, want zometeen kan het niet meer, dan is het allemaal veel te pittig. Lina, kijk eens, dat is snel in de video al, hè. Nog een stukje. En ik maak het mezelf makkelijk, mensen, ik gebruik gewoon van die... Van die speciale pasta voor Thaise curry. Er zitten alle kruiden al in die erin horen. Dus ik ga het ook verder niet bijkruiden. Ja, misschien een beetje sambal aan het eind. Ik weet niet hoe pittig het wordt. Maar de ingrediënten laat ik zien na het intro. Blijf vooral kijken. Nou, dan heb ik hier twee kipfrikandellen. Min een stukje voor Lina. Gesnipperde ui. Ik heb hier wat spersiebonen, die heb ik al even gekookt van tevoren. Ik heb hier een tomaat, cashewnoten, een verse koriander, kokosmelk, witte rijst en dan natuurlijk deze currypasta. Ik denk dat één schep wel genoeg is voor wat ik ga doen, of anderhalve schep, even kijken. Dan zet ik eerst even water op voor de rijst. Zo. Een beetje olijfolie. Ik weet niet of het goed is olijfolie in Thaise gerecht. Nee, ik heb niks anders. Ik doe alles in olijfolie of roomboter. Ja, ga ik de ui even fruiten. Daar doe ik een flinke eetlepel van die pasta bij. Nou, het ruikt heel wel lekker. Even een klein beetje olie bij. Ja, heel veel fruiten, die kan wel erbij. Nou, de kip kan wel even elkaar, dus dat scheelt, dat hoeft niet zo helemaal. Dan doe ik er een half pakje kokosmelk bij. Dat is ongeveer 100 ml zoiets afblussen. Het ruikt heerlijk. Nou, is het dan heel even zacht. Laat het heel even gaan. Het water kookt. Twee kopjes rijst. Beetje iets te veel dan te weinig. Deze moet 8 minuten. Dit is Himalaya zout. Dan ga ik hier weer verder met de gele Thaise curry frikandel, de bonen en de tomaat erbij. Ja, misschien moet ik er een beetje vocht bij doen, een beetje melk of zo. Nou, ik doe nog een beetje kokosmelk en een klein beetje volle melk. Heel even proeven hoe die saus is. Oh, heerlijk. Ik doe er wel een heel klein beetje sambal bij. Om het iets bittiger te maken. Gewoon een klein theelepeltje sambal, hoe lekker, meer niet. Oh, kan niet wachten. Ook redelijk tegen etenstijd.
de deksel erop. En dan kom ik zo bij jullie terug als de rijst gekookt is. A little later. De rijst is klaar. Ik kan nu alles af gaan maken. Zo, het ruikt hier heerlijk, mensen. Kijk eens. De smaak moet niet goed zijn. Als ik kan ik altijd op mijn bord nog wat sambal doen, maar dat lijkt me niet nodig. De rijst eerst op. Ik heb het redelijk goed geportioneerd. Even kijken, zoiets. Cashewnoten erbij. Nou, die hoeft van mij verder niet warm te worden. Dat is lekker zo. Ik heb tijdens het koken de halve zak al leeg gegeten. Kijk eens mensen, dit wil je toch eten. En als laatste heb je hier wat vers koriander even gehakt toen de camera uitstond. Mensen, het ruikt echt fantastisch. Het ruikt hier naar een Thaise restaurant. Ik ben benieuwd, ik ga eten. Kom maar. Zo, Lina, je trapt bijna mijn lepel van de tafel. Niet zo ongeduldig doen. Ik ga Lina nog even snoepje geven. Want er zit nu allemaal zittere shizzle aan die frikandellen. Kijk eens, Lina. Maar een paar snoepjes. Nou, ik ben benieuwd. Koriander. Ja, hij is wel lekker wat pittiger. Ik hou wel van pittig. Maar ik vond het niet pittig genoeg, dus ik heb er een beetje sambal doorheen gedaan. Maar misschien had ik beter rode currypasta kunnen nemen. Maar maakt niet uit. Het is onwijs lekker. Heerlijk met die cashewnoten. Nou, bedankt voor het verzoekje. Hallo allemaal. Leuke challenge. Was ook best wel snel klaar. Ik heb nog genoeg in de pan voor nog een portie van morgen. Een beetje mengen. Nou, ik hoop dat Jan Tom Jan trots op me is. Voor mij de eerste keer dat ik een curry probeer te maken. Ja, heerlijk, die kokosmelk smaak. Het smaakt echt Aziatisch, volgens mij. Ja, een heerlijke maaltijd. Voedzaam, gezond. Ik bedoel, frikandellen, sommige zijn kipfrikandellen, mager vlees. Allemaal gezonde dingen zitten erin. Ik krijg nu al een beetje warm van die sambal. En van de rest. Ja, die cashewnoten zijn echt een geniale toevoeging. Aline, jij krijgt niet meer nu hoor. Ik heb een stukjes frikandel op, snoepjes. Vanavond om 11 uur mag je weer snoepjes. Goed mensen, ik ga lekker mijn Thaise gele curry kip frikandel opeten. Het is onwijs lekker wat ik al zei. En zeker waard om te proberen. Nou, was een leuk verzoekje mensen. Goed, ik wens jullie allemaal een hele fijne donderdag. En ik zie jullie zondag bij de volgende video. Tot dan. Doei.